Vinden jullie ervan dat jullie nu met een echte vluchteling hebben gesproken? Ja. Ik vind het op zich best wel cool, maar ik vind het echt bijzonder dat ik iemand kan spreken die echt zoiets heeft meegemaakt. Want je ziet het altijd op tv, maar je weet het nooit, maar echt. Hoe iemand echt zo is in een persoon. En is Galit anders dan het idee van de vluchteling die jullie hadden? Ja, hij is heel cool. Nou, hij zat rappen. Ja. En hij zat ook heel positief in dit. Ja. Ik had echt altijd niet verwacht dat ze echt heel verdrietig en zo zou zijn. Maar hij kijkt gewoon naar de toekomst. Ze vond het ook heel makkelijk om een verhaal te vertellen. Maar dat had ik ook niet verwacht. Nee, ik dacht dat ze meer bij zichzelf daar niet over willen praten. Ja. En inderdaad positief in het leven staan, want ja, tuurlijk is er heel veel ellende, maar het is ook goed om naar de toekomst te kijken. Ja. Ja, en Galit, hoe vind je het om dit te doen? Ik vind het heel mooi. Ja? Ik vind het prachtig, answering the questions with the people, and I find it also a short time, maybe because we are having a lot of people there, and maybe they have a lot of questions, but hopefully next time maybe we can have a good time, maybe we can share something with them or other questions. Yeah. Yay, absoluut. I really hope all of you that you can get a good marks in the school and study hard, because you can achieve what you want. Just focus on your goal, yeah? Wijze woorden.